Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er liggen nog wolkenvelden boven Nederland, maar ten noorden van ons land liggen brede opklaringen klaar. Die bereiken ons in de loop van de ochtend al, breekt de zon in het noordwesten al flink door. In het zuidoosten is het dan nog aan de bewolkte kant, maar wel droog met 8 tot 10 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon uiteindelijk ook in het zuidoosten van het land. En dan wordt het 12 tot 14 graden. De wind draait naar het noorden tot noordwesten en is over het algemeen matig kracht 3 tot 4 in het Waddengebied, misschien vrij krachtig windkracht 5. Vanavond steeds meer opklaringen, het wordt zelfs helder. En de temperaturen liggen dan tussen 7 en 10 graden. Komende nacht lokaal in het binnenland dicht bij het vriespunt. Dan morgen, een dag met volop zon in het zuiden. In het noorden wat meer wolkenvelden, met name in de ochtend. Het wordt daar 11 of 12 graden, in het zuiden 13 of 14. De warmste dag van de week is de donderdag. Dan halen we in het zuiden temperaturen van 16, lokaal 17 graden. In het noorden 13 of 14. De zon schijnt geregeld, maar van het zuiden uit trekken wel sluierwolken het land in. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Terug dus met een aanvoer van koude lucht. Want vrijdag is het nog 10 tot 12 graden. In het weekeinde komen we rond of onder de 10 graden uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.